Hey Misa, hier zijn we terug weer. We gaan het een Dag beetje Edwin. anders hebben. Over iets anders hebben eigenlijk. Je bent eigenlijk het gezicht eigenlijk een beetje, mag ik zeggen, dat is misschien een beetje cru gezegd, het gezicht, maar je bent de praatgast eigenlijk volledig op Men TV. En Het gezicht zou ik niet zeggen, hè, Edwin. Dat zou ik niet zeggen, want er zijn veel gezichten, veel goede mensen, veel goede krachten. Tuurlijk, we hebben daar Evelien, alleen we kunnen ze allemaal niet opnoemen. Maar ik bedoel dus, wat wordt er nu gedaan vanuit Men TV? Heb je daar een zicht op? Want de artiesten hebben het nu moeilijk. Het is niet zo simpel, we weten niet hoe lang dat het gaat duren. Hoe werkt het daar eigenlijk? Wordt er nog iets gedaan? Kan je nog naar de televisie gaan en dergelijke? Wel, op dit moment hebben ze de gewone uitzendingen, dat wil zeggen de live uitzendingen in de ochtend en in de late namiddag, dus de vroege avond. Dat zijn live uitzendingen. En daar is altijd één presentator en dat is een pool. Dat wordt afgewisseld. Dan is het een keer Celine, dan is het Evelien, dan is het Philippe, dan is het Dimmy. Dus dat wordt een beetje afgewisseld. En in de ochtend is het Mathieu de Blauwe. Die is de vaste presentator in de ochtend tot 1 uur. Ik denk van 10 tot 1 uur. Dus dat is rechtstreeks. En dan alle andere programma's, zoals de Vlaamse Top 10 en zo, dat wordt natuurlijk nu samengesteld uit wat ze hebben van videobeelden, van eigen opnames of video's die ze hebben van de artiesten. Mijn programma was natuurlijk een redelijk intensief programma. Dat wil zeggen, mijn gasten kwamen naar de studio. Wij babbelden dan en dan maakten we daar een programma van 1 uur van. Dus nu, op dit moment, kan ik geen gasten ontvangen. Maar we hebben nu sinds zondag, hebben we nu een Hadi Micha kijkt terug. En ik heb dus alle uitzendingen vanaf de eerste dag in 2016 tot nu, tot dus het begin van dit jaar, heb ik allemaal op mijn harddisk staan. En nu ga ik zoek naar leuke gesprekjes die ik dan in de studio kom inleiden, zodoende dat ik zelf met de technieker die achter het raam zit bij de technische afdeling. We zijn met z'n tweeën, dus ik leid de filmpjes in en de filmpjes worden daar dan in gemonteerd. Maar het selecteren doe ik gewoon thuis op mijn computer. Ik opvalt ook, gisteren viel mij dat op, je bent eigenlijk een bezige bij. Is deze eigenlijk precies allemaal welkom, dat het een beetje lockdown is, dat je een beetje meer tijd en rust krijgt volgens mij. Wel, ik moet zeggen, ik ben altijd een bezige bij geweest, want ik ben nu sinds 2013 heb ik geen eigen bedrijf meer. Ik had Benelux Theater, dus dat was een boekingskantoor, management, platenfirma samen met mijn partner toen. Al je zakelijke partner hadden wij dat. Wij werkten met 5 mensen personeel en zo allemaal. Maar dat was natuurlijk, dan kan je wel zeggen, dat was druk. Dat was 7 dagen op 7, van 's morgens vroeg tot 's nachts, want ja, alles op de show, in de showbusiness is op de baan, dus allemaal 's avonds, allemaal 's nachts. En dan had ik eigenlijk geen interesse meer om zelf nog muziek te maken. Dat kon er gewoon niet meer bij. Maar sinds 2013 heb ik de zaak dus verkocht en kreeg ik ineens veel meer tijd, hè. Ik moest alleen maar met mezelf bezig zijn. En dan heb ik eerst zo'n paar jaar moeten zoeken naar een draai vinden van wat wil ik nog doen. En dan kwam ik tot het besef. Ik ben ooit in de showbusiness gegaan als meisje van 16, 17. Ik zat nog op de schoolbanken, omdat ik wilde zingen. Maar dat was er de laatste tijd een beetje overgeschoten. Ik denk, ik heb nu een unieke kans om terug te doen waar het allemaal mee begonnen is. Dus ik ben beginnen platen maken in mijn show met Connie Neefs. Ik doe optredens. Dus ja, eigenlijk ben ik een geluksvogel dat ik dat terug opnieuw kan doen en dat er blijkbaar toch nog altijd interesse is van het publiek. Want je kan wel zeggen, ik wil zingen, maar als niemand het wil horen, dan blijf je natuurlijk ook op je honger zitten. Dus op dat gebied moet ik zeggen, ben ik wel een gelukszak, Edwin. Oké, we gaan afsluiten. Ik zou zeggen, hou het gezond en laat ons terug weer duimen in de goede tijd. En geniet natuurlijk van de natuur daar bij jou. Dat zal het worden, denk ik. Ik geniet van de vogeltjes die zingen. Ik ga wandelen met mijn honden. Ik ga fietsen. Ik zit met mijn handen in de grond, in de aarde, om plantjes te zetten en mijn tuin te verzorgen. Dus ik ga dat zeker doen. En ook voor jou en ook voor de kijkers en de luisteraars die dit horen en die dit zien. Ik wens iedereen heel veel sterkte. Dat ze in hun hoofd rustig blijven. Dat alles goed komt. Vroeg of laat komt alles goed. En natuurlijk, ik hoop dat iedereen gezond mag blijven. Dat hoop ik voor iedereen. Ook voor jou. Dank u.